de lat. Het is een jongen, want hij heeft nog dons. Schoon man. Zo'n braaf was. Als ze die witte dons mag hebben, dan zijn ze nog leuker, hè? Dan zijn het echte uilskuikens. Ja. Hier gaan we terug zijn. Het is kleiner, hè? Ja, het is kleiner. Die heeft nog donzen. En waarschijnlijk die twee jongens die weg zijn, zijn de grootste. Ja, dat is wel de grootste geweest. Ja. Maar die er juist al was mijn. Ja, dat was al echt op volwassen afmeting. Mm-hmm. Terugzetten. Nee. Nee. En hoe komt het dat het zo verschillen zijn tussen de zes? Ze zijn niet allemaal op dezelfde moment geboren? Nee. Een kerkuil die begint te broeden vanaf ze zijn eerste ei legt. Oh, ja. Dus er zijn zes jongen ja. die een eerste is een dag of 10 ouder dan de laatste. Ah ja, deze is laatste. Ja, deze is de laatste geweest. Hè? Ja.